Bij mij aan tafel, Alex Klaassen. Hallo. Hey Jannie. Hallo. Vertel, hoe is het met je? Want voor jou ook veel afgelast, denk ik, hè? Ja, wij moesten nog... Ik was op tour met Show Ponies 2 en wij moesten nog een voorstelling of 35, 40. En die zijn... wij moesten dus ineens stoppen. We zaten in de bus en op weg naar Heerlen. En we hoorden op een gegeven moment, het gaat niet gebeuren. Het is afgelast. Dus wat ging er op dat moment door je heen? Ik denk dat het zo bizar moet zijn als je zo'n bericht hebt. Ja, dat is vooral heel onwerkelijk. Ja. We zaten naar die persconferentie te kijken. En ik weet dat iedereen in die bus echt zei... Wat? Nee, dat kan niet. Hè? Serieus? Nee. En toen kregen we wat te horen. Tot en met 31 maart gaat er niks gebeuren. Dus dat was heel onwerkelijk vooral, ja. En dan denk je in eerste instantie nog, nou ja, oké, een aantal weken, maar dan wordt het langer en langer. De voorstellingen werden natuurlijk meteen verplaatst naar april. Dus we dachten, nou oké, gaan we het dan wel inhalen. Maar dat werd op een gegeven moment mei en dat werd juni en juli. En nu zitten we geloof ik op februari, maart. Maar echt waar? We gaan in ieder geval dus proberen een jaar in te halen. Eigenlijk een jaar nadat we dan gestopt zijn... Ik wil het zo graag afmaken. Dat was zo'n ontzettend fijne voorstelling. En ja, ik zou het vreselijk vinden als we dat niet meer kunnen spelen. Nee, want het was een enorm succes. Show Ponies 1 was het al. 2 helemaal natuurlijk ook nog. Je hebt een prijs gewonnen dit jaar. Een Jurgen Smitprijs, ja. Ja. Ja, ook niet de minste prijs. Nee. Maar wat ga je doen als je pas in februari weer aan de bak kunt? Ja, daar moest ik echt even over nadenken. Gelukkig waren er al een paar plannetjes. Ik ben bezig met een televisieprogramma. Maar ik merk dat het nu toch heel erg begint te jeuken. Dat ik denk, ik heb echt wel weer zin om te zingen. En ik mis het gewoon. Het is toch voor mij sowieso een levensbehoefte. Zingen, cultuur is voor mij toch echt een... Ja, toch ook een uitlaatklep. Ik denk dat voor iedereen... Heb je daar dan ook altijd een publiek bij nodig? Of is dat ook iets wat je voor jezelf kan doen? Ik kan wel heel erg privé ook genieten van alles. Muziek bijvoorbeeld vind ik letterlijk iets... Nou, vind ik echt iets wat ik nodig heb. Je hebt natuurlijk een soort levensritme van jezelf. En ik merk dat muziek je is gewoon letterlijk iets... Wat je leven even een ander ritme geeft, waardoor je... Denkt, oh, dit is ontregelend, of dit is troostend, of dit is... Want je hebt bij je laatste, of de laatste twee voorstellingen... heel veel privé, zeg maar, ook verwerkt. Kunnen we dan verwachten dat je deze periode... die op iedereen impact heeft... dat je dat ook terug laat komen op de een of andere manier in een voorstelling? Nou, ik merkte, ik dacht vorige week, ik heb zin om te zingen. En toen dacht ik, wat voor liedjes dan? En toen ging ik een soort lijstje maken. Toen merkte ik wel dat het allemaal hele zware liedjes waren, ja. Dat ik dacht, oh, dat wordt denk ik wel een zware avond. Maar dat is misschien ook alweer leuk, omdat het iets is wat ik normaal nooit zou doen. Dus wat mensen niet van me verwachten. Want was deze periode... Misschien hebben mensen datzelfde gevoel ook wel. Was deze periode extra zwaar voor je? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie de rust ook wel fijn vind. Ik schaam me een beetje om te zeggen, maar ik heb het heel druk gehad. Ja. Dus ik merkte die eerste paar weken dacht, ik ben een soort van zo ademhalen. Kan het ook. Maar wat ik net zeg, op een gegeven moment beginnen toch weer te jeuken. Ik kan toch blijkbaar niet zonder. Nee, maar daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Maar het is ook natuurlijk een uitlaatklep voor emoties. Ja. Ik denk dat als wij als mensen een soort natuurlijke behoefte hebben om ons te voeden, om ons te verrijken. En dat is natuurlijk wat beschaving uiteindelijk is. En daar helpt muziek, theater, taal, van alles mee. Je wordt in feite daar volgens mij een rijker mens door. En jij gaat ons dus ook zo verrijken met muziek. Ik ga liedjes zingen. Want wat ga je zingen? Nou, ik ben vroeger heel erg... Mijn vader is jarenlang directeur van muziekscholen geweest. Hij heeft zelf conservatorium gedaan. Was zelf ook zanger, dirigent. Dus ik ben heel erg opgevoed vroeger met klassieke muziek. Dus allerlei opera's werden bij ons gespeeld. En mijn vader zat altijd achter de vleugel. En hij was heel erg fan van Schubert. Dus ik ken ongeveer het hele repertoire van Schubert uit mijn hoofd al op mijn 12e. Oh, echt? En zijn lievelingsnummer was An die Musik. En dat is een nummer wat Schubert in 1817 heeft gecomponeerd. Op een tekst van zijn beste vriend. Een gedicht, eigenlijk wat een ode is aan de kunst. En ik dacht, nou ja... Wat mooi, dat was toepasselijk. Lied. Dus eigenlijk aan beide, aan je vader en aan de kunst.
Eigenlijk wel. Ik dacht, laat ik dan teruggeven aan... Dus de tekst in het Duits is... Du holde kunst, in wie viel grauen stunden, wo mich das Lebens wilder kreis umstrikt, hast du mein Herz zu warmer lieb entzunden, hast mich in eine bessere welt entrückt. Wat in het Nederlands vertaald zoveel betekent als... Wat natuurlijk altijd minder is in het Nederlands. O geliefde kunst, in hoeveel donkere uren waarin het leven mij zwaar benauwde, heb jij mijn hart vervuld met warme liefde, heb jij mij meegevoerd naar een betere wereld. Prachtig. Nou, dat is volgens mij wat kunst moet zijn voor mensen. Ja. En dat wist Schubert in 1817 al. Ja, kan je nagaan. Er is dus eigenlijk niet veel veranderd. Dat hoop ik We zijn het misschien af en toe een beetje vergeten. Ga je ook nog een handtekening zetten voor een aantal mensen? Voor wie ga jij handtekeningen zetten? Nou, ik was natuurlijk op tour met 9 man cast op toneel, 7 man techniek en een kantoor. Wat ook nog bestaat uit 10 mensen, dus dat is in totaal 26. Ja, dan zijn natuurlijk in al die theaters ook nog medewerkers. Ik denk dat wij in 85 theaters stonden of zo. Wauw. Ja, in 1 jaar ga je dan zoveel theaters langs. Ja. Dat is veel. Dus ik kan het even niet optellen, maar... Wat gaan we zetten? Wat gaan we op het deelnemersbord toevoegen? Nou ja, ik zou dus zeggen 26. Gaan we gewoon voor 26 en daar staan er eigenlijk gewoon 2 nullen achter. Eigenlijk is het 300.000. Maar... Mag ik je dan vragen, Alex, om een handtekening te gaan zetten op het bord? En daarna voor ons Schubert te gaan aan die muziek. Aan die muziek? Ga ik doen. Ja, dank je wel. Ja, is er nog een plekje? Ik denk ergens rechts misschien. Even kijken hoor. Hier een hoekje. Een heel belangrijk hoekje. En dan ga jij zo zingen. En dan zit aan de vleugel Menno Feunissen. Dank je wel. Alex, het podium is voor jou. Prachtig. Dank je wel. Dank je wel.